kan je zeggen, op de hoogte blijven van wat er op design- en interieurgebied gebeurt, valt niet mee. Tegenwoordig heeft elke grote stad zijn eigen designweek en deze hele maand profileert Amsterdam zich als designstad. Op locaties in de hele stad is van alles te doen en te zien. Maar hoe maak je nou een keuze uit dat enorme aanbod van producten? En waar begin je als je wel eens iets anders wil dan IKEA? Motion designer, kijk, het beweegt. Om nou een idee te krijgen van de trends op woon- en productgebied, nemen we een kijkje in het hierachter door L Wonen ingerichte modelhuis. En vragen we Adrie Vlasblom, de hoofdredactrice van L Wonen, naar de trends op interieurgebied voor het komende jaar. Wat zijn de trends voor het komende jaar? Nou, dat zou je gek vinden, maar L Wonen doet niet zozeer aan trends. Maar wat er natuurlijk nu wel aan de hand is, gewoon, dat is natuurlijk alles puur uit de natuur. En de manier van blank hout en verantwoord ook met hout omgaan. Ja, en dat hebben we hier een beetje neer willen zetten in ons L-Wonen greenhouse. We mochten 3 gebouwen gebruiken. En daar hebben we dus deze constructie gemaakt wat echt L-Wonen idee. Er zitten heel veel ideeën. Voor de manier van met materialen omgaan, met stoffen omgaan. De ruimte hiernaast is het Large House. Daar zijn de merken gecombineerd met Young Design. Die hebben wij dan gepresenteerd met een basisgevoel. Met een kartonnen tafel waar het servies op gepresenteerd moet worden. Of een vloerkleed van karton. Daardoor komen de meubels gewoon beter uit. Waardoor het geen beurs is, maar wij een presentatie laten zien. Deze vind ik wel mooi. Dat komt volgens mij omdat deze buis maar tot de helft... Kijk, hier begint het licht. Maar deze vorm, dat lijkt meer op zo'n buitenlamp op de camping... waar dan allemaal van die vliegen omheen vliegen. Een soort onderuitkijkspiegel voor in de douche. Voor extra hygiëne. Nou, ik ben hier wel een beetje gechoqueerd, want ik vind dit echt een rommeltje. Zo mooi als de keukenruimte was. Zo, ja, karig. Gilbert, deze prachtige keukentafel is van jou. Hoe kom je op zo'n idee? De modulaire woning in Amsterdam, stadswoning, die heeft eigenlijk altijd een keuken die veel te klein is. Daar kan je niet echt zitten in. En ik wilde dat eigenlijk bij elkaar combineren. Dat je kan aan koken, dat je daar kan aan met z'n vieren aan eten en dat je ook nog... kan iets laten liggen, een computer of iemand zit gewoon tekenen. En wat ik wilde niet een massief kookeiland. Dus ik heb echt gekozen om te kijken als ontwerper om een tafel te maken. En dat is, en door die opstap, om even erop terug te komen, staarhoogte en een tredertje, dan krijg je de 70, 72 centimeter, dat is de normale tafelhoogte. En je kan hem ook hier helemaal vlak dicht doen, maar je kan hem ook omdraaien en dan heb je eigenlijk een soort kaasplankje. Ik vind hem geweldig. Nou, wat kost hij? Hij is ongeveer 14.100 euro. Ik heb 55 soorten kleuren. Oké. Dus dit is de school white. Deze is iets groener. Als Nederland nou zo'n interieur wil inrichten, heb je nog tips? Nou, het belangrijkste is altijd dat je een basis goed hebt. En dan is het ook, ga maar scheuren en ga maar een moodboard maken, wat wij eigenlijk ook doen. Dat je weet van, die sfeer wil ik eigenlijk bereiken, die vind ik mooi, die past bij mij. Want je moet natuurlijk iets doen waar je zelf prettig in voelt. En niet iets doen wat een ander vindt dat je dat moet doen. Het mag alle kanten op, als het maar persoonlijk is. Ja, vind ik wel. Die zijn leuk. Vogelhuisjes van Studio Hergebruik, ook 75 euro, met hele mooie handgreepjes. Ga je het kopen, Florien, die vogelhuis? Ja, voor die vieze stadsduiven zeker. Ja, karton. Weer karton. Fraai. Wees wat anders inderdaad, als een oude tv. Kijk hier, met bedrukte icoontjes voor aan uit. Kijk, deze vind ik dus echt heel erg mooi en dit is ook weer hergebruik. Maar ja, ook weer 75 euro. Ik bedoel, de enige die het niet leuk vindt is je portemonnee. Wat vind je van de smaak van Nederlanders? Ik bedoel, dat kan altijd beter, maar wat is beter? Ik bedoel, wat jij mooi vindt. Ik bedoel, ik vind prima als iemand
voor mij, in mijn optiek geen goede smaak heeft. Ja, als hij daar gelukkig in is, is dat prima. Ik vind het een beetje saai, heel erg veel wit. Ik vind dat niet zo heel erg denderend. Nederlandse smaak, bestaat dat? Kan je eigenlijk ook niet zeggen. Ik ben niet echt enthousiast over, hoor. Maar wat kan er nou echt niet meer in het interieur? Het vreselijke klopklok eikenhout van vroeger. Keycords. Van die laven, van die Efteling laven. Een laaf. Kant kan echt niet. Waarom? Ik vind dat veel wel moet kunnen, hoor, als mensen dat zo voelen. Wat is jouw smaak of hoe ziet jouw huis eruit? Ik heb wel meerdere smaken, anders kan ik ook zo'n blad niet maken. Glad wit gestuukte muren, een houten vloer, meepelhouten vloer. Ik heb hele hoge ramen en daar zitten weer linnen, zigzaggordijnen voor die heel diffuus licht in mijn huis brengen met een vide wat mijn werkplek is. Het is wit, het is blank hout en het is een beetje zwart en het zit mijn persoonlijke spullen die ik verzameld heb in de loop der jaren gegroepeerd. Wat mijn omgeving is geworden. Tot zover het Elwonenhuis op Inside Design. We hebben een hoop dingen gezien. Vooral heel veel aandacht voor jonge ontwerpers. En dan kan je zeggen van ja god, sommige producten waren echt alleen nog maar in prototype fase. Maar wat daar interessant aan is, is dat je wel kan laten zien waar het heen gaat over een poosje. En dat je met heel veel creativiteit en inventiviteit dan juist weer eens iets anders kan doen met het interieur. En dat je ook heel veel zelf kan knutselen met karton. Binnenkort gaan we nog een kijkje nemen op de woonbeurs, waar de gevestigde merken staan. En eens kijken wat die te vertellen hebben. Tot volgende week. Hoe groot is jouw tas?